Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat de brand bij Chemiepak in Moerdijk uitbrak. En nog steeds voelen de meeste inwoners van Moerdijk zich niet veilig. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Omroep Brabant. De brand bij Chemiepak was een van de grootste chemische branden waar ons land ooit mee te maken had. Onderzoeksbureau Tangam ondervroeg inwoners van Moerdijk hoe zij nu tegen die brand en de hele lange nasleep aankijken. Nou, verslaggever Erik Peters die dook in het onderzoek. En Erik, jij staat nu in het dorp Moerdijk. Die brand heeft daar en in de rest van Nederland nogal wat losgemaakt, zou je zeggen, toch? Ja, dat kun je wel stellen. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan de kosten die het allemaal heeft meegebracht. Kosten voor het opruimen van het vervuilde bluswater. Ook verschillende rechtszaken over wie er nou eigenlijk aansprakelijk is voor die brand. En wie er ook schuldig is aan die brand. Allerlei dingen die nog volop in het nieuws zijn. Maar laten we eerst maar eens even terugkijken hoe het allemaal begon. Vandaag precies 1 jaar geleden. Op 5 januari 2011 verwoestte een chemische brand het bedrijf Chemiepak in Moerdijk. De brandweer had 2 dagen nodig om de enorme vlammenzee te blussen. Persoonlijke ongelukken bleven uit, maar de gevolgen voor het milieu bleken gigantisch. Zo zorgden miljoenen liters vervuild bluswater voor een milieuramp in de omgeving. Inwoners van het dorp Moerdijk kropen tijdens de brand door het oog van de naald. Vanwege de gunstige windrichting trok de giftige rookwolk niet over het dorp. Inwoners klaagden wel tijdens de brand over gebrekkige communicatie. Er was ook kritiek op de brandweer die de brand niet goed zou hebben geblust. In een onderzoek bleek die kritiek voor een groot deel onterecht. De totale schade van de brand wordt geschat op 70 miljoen euro. Chemiepak is inmiddels failliet. Justitie houdt de directie verantwoordelijk voor de brand. Ja, een enorme brand. Erik, ik kan me voorstellen dat ze daar in Moerdijk nog veel mee bezig zijn. Ja, als je mensen hier op straat spreekt, dan weten ze allemaal nog wel precies te vertellen waar ze waren of wat ze aan het doen waren op het moment van de brand. Hoewel de mensen hier in Moerdijk dus eigenlijk vanwege de gunstige windrichting geluk hebben gehad. Het trok allemaal daarheen, dus richting Strijen, we hebben hier niks gehad. Je bent door het oog van de naald gekropen? Ja, dat wel. Dat moet ik wel zeggen, ja. Ik denk er nog wel eens aan inderdaad. Ja. Dus ja, goed, ik rij altijd langs het industrieterrein naar mijn werk. Ik heb toch wel zoiets van, het zal ongetwijfeld een keer gebeuren. Er zijn genoeg bedrijven daar natuurlijk die het waarschijnlijk ook niet goed voor elkaar hebben. Het had heel anders af kunnen lopen, maar daar moet je zeker niet bij stilstaan. En natuurlijk, op dat moment speelt dat wel van wat. Want ik heb wel mijn belangrijkste spullen klaargezet voor het geval dat we weg moesten. Maar nee, ik heb niet echt de angst gehad van, als je die beelden zag, was wel heel heftig hoor, dat wel. Ja, Erik, een brand met een grote impact dus. Dat is ook precies de reden waarom Omroep Brabant een uitgebreid onderzoek liet doen onder inwoners van Moerdijk. Wat zijn nou de opmerkelijke uitkomsten uit het onderzoek? Nou, er is bijvoorbeeld ook gekeken hier of de veiligheid van de mensen is toegenomen. Zoals je weet is de brandweer hier uitgebreid. Is ook de informatievoorziening is verbeterd bij calamiteiten. Maar we ook hebben even laten onderzoeken of dat ook invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de mensen. Met het vertrouwen in de maatregelen na de brand is het niet best gesteld. Een grote meerderheid heeft geen vertrouwen of twijfelt sterk aan de maatregelen. 15% twijfelt ook, maar heeft wel een beetje vertrouwen. En een kleine minderheid zegt er echt vertrouwen in te hebben. Nou, veel mensen in Moerdijk voelen zich dus nog steeds niet veilig. Hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat mensen die zo dicht bij een industriegebied wonen altijd wel iets in hun achterhoofd hebben van ja, als het echt fout gaat, ja, dan is het moeilijk om zo'n grote calamiteit te bestrijden. Bovendien staan er nog 30 tot 40 zware chemische bedrijven hier in de toekomst gepland. Dus ja, dat geeft altijd extra gevoel van onveiligheid. Hoewel er tegen die uitbreiding van die bedrijven toch ook wel wat weerstand is hier. Ja, dat vinden wij onacceptabel, ja. Want dan worden die risico's te groot en onbeheersbaar? De risico's worden veel te groot en ja, de cumulatieve effecten van overslag en dergelijke, ja, die worden wel te groot, denk ik, voor dit gebied, ja. Er zijn betere locaties zoals Maasvlakte en Vlissingen-Oost, die zijn meer geschikt, ze zeggen ook een aantal leden van de Tweede Kamer, meer geschikt als deze binnenlandse locatie. Erik Peters vanuit Moerdijk, bedankt voor nu en 12:30 spreken we jou weer.